Zo, daar zijn we dan op La Palma, het groenste eiland van de Canarische eilanden. Hier achter jullie zien jullie een heel mooi natuurgebied. Daar is de zee en dit is de plek waar je sterren kunt kijken. Met speciale stoeltjes, mooie kwadranten hierboven. En ik ga jullie nu kort de rondleiding geven door ons tuintje van ons huisje. Eigenaar is nogal een creatieveling, dus die maakt allemaal mooie dingetjes hier en mooie paadjes en allemaal leuke ontdekplekjes. Zo gaan we nu bijvoorbeeld even naar het zonsondergangdek. Dus hier kunnen we met een wijntje gewoon lekker kijken naar de zon die ondergaat. Wat gebeurt daar dan, aan de andere kant. En een super mooi uitzicht hier. Mooie bloemetjes, dus kijk maar even lekker rond. Lekker palmpjes en dit is onze tuin. Daar ga ik nu even naartoe lopen. Daar zit Eefje ook. En daar zitten onze buren. Zo'n Duits gezinnetje. En dit is ons terrasje. Ook heel leuk, kunnen we dus eten. Hier hebben we net geluncht. En hier kunnen we de hangmat hangen. Hier kan je een kleine glimp in de keuken doen. Dus die is ook lekker groot. Dan ga ik nog even naar het laatste plekje. Op zich zijn er allerlei extra dingetjes nog, maar dit vond ik toch wel echt een hele leuke. Weer een leuk vulkanisch trapje naar beneden. En dan hebben ze hier een soort boomhutachtig iets gebouwd. Allemaal leuke details daar. Enge dierenkoppen. En hier heb je nog zo'n leuk torentje met leuk uitzicht. En als je die kant uitkijkt daar, dan heb je nog een ger. Die hoort ook bij ons complex. Maar die kun je dus apart huren. En dat is dus ongeveer onze Finca Cosmos. Morgen gaan we wandelen daar achter die mooie hoge bergen daar. Dat ligt in een soort oude krater van de vulkaan. Ligt een heel mooi natuurgebied. En daar gaan we lekker een lange wandeling maken. Dan gaan we nog een keer naar het strand. Dus hier gaan we ons wel amuseren, denk ik. Oké.